Ja, 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 Pika B, Pika C, Pika X, P, E. Gratis ijs is altijd het lekkerste. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja? Is er nog iets bijzonders vandaag op school? Nee. Nee, hun hebben cito's. Ja. Oh ja, ik heb morgen gehad. Nee, jullie, heel de school heeft cito's. Ik heb behalve ik. Ik heb woensdag en donderdag cito's. Vorige week had ik ze ook al. Ja. Deze week. Ja. Mama, nu moet ik rijtjes en tekst lezen bij de jeugd. Oké, okay. Denk je dat het gaat lukken? Deze week ook al. Ja. Ja, er staat ook bij mama in de agenda dat het cito-toetsen voor groep 1 tot en met 7 zijn vanaf vandaag. Wat voor cito-toets krijgt mamie? Weet ik niet. Die zal tellen, kleuren, kleuren herkennen, vormen herkennen, begrippen. Schrijven. Ik weet het niet. Kijk naar Marliefse. Jullie hebben allemaal toetsen. Ook Madeliefje. Wij alleen maar rekenen. En tussen de middag halen we jullie op. Eten we in de lunchroom. Mama is vandaag heel de dag in Oudenbosch. Aan het werk. Ik heb de toets van bij begrijp ik lezen al gemaakt. Dus dan halen we jullie op, goed? Yes, boys? En yes, girls? Yes, sir. Vorige week gingen wij naar Spanje, deze ochtend. Ja. Hè? Die komt vandaag toch? Ja. En nou is het maar een beetje droevig weer buiten. Jammer. Nou, nog even lekker eten en aankleden, dan gaan we zo. Toen wij hier zaten, dachten we ook al van, jullie hebben het daar wel heel warm. Ja, dat was ook. Iets van 34 graden. Toch? Ja. Wat je gezien, hè, op de landkaart, toch? Ja, weerbericht. Ja. Kijk, Lien. Ik ga ook naar school, maar... Wat is er al? Heb je geen zin? Vandaag niet zo snel zo goed wakker gemaakt. Hebben jullie nog allemaal gebeld, maar... Ja, dat zag ik. Nou, veel plezier allemaal. Even nog lekker eten. Dan gaan we, ja? Papa staat nog even kletsen, toch? Hoe was het op school vandaag? Leuk, saai. Oh. Ik had cito. Oh, en ging het goed? Wat was het onderdeel? Lezen. Lezen? Mij begrijp het lezen. Ja, begrijp het lezen. Oké. En heb jij ook toetsen gehad? Nee, ik had een beetje. Wat dacht ik nog meer? Mocht je nog vertellen over het weekend? Ja. En wat heb je verteld? Eerst Guus. Dat we meet and greet hadden. Oké, en moest je uitleggen wat het was, of niet je meet and greet? Nee, ik zei alleen meet and greet en heel veel cadeautjes. Oké. Maar mama, ik had wel tekst lezen. Ja? Ik heb alleen de tekst gelezen, morgen moet ik het rijtje lezen. Oké, en ging de tekst lezen goed? Ja. Ik had het binnen 1 minuut klaar. Heel. En 3 foutjes. Oké. En ik heb woensdag reken cito. Ja? Donderdag reken cito en vrijdag spelling cito. En wat moet je dan heel de week doen? Oefenen. En op tijd gaan? Slapen. Dat je uitgerust bent. Ik heb vandaag een eend gemaakt en die heeft zo'n ding. En die heb ik ook gekleurd en die gaat er hier vanmorgen gaan verlopen. En die mag je dan om te houden of om eventjes te lenen? Nee, om mee naar huis te nemen en dan hoef je niet terug te geven. En Stanny, Manny. Eigenlijk hebben we alleen uitleg gekregen. Over? Taal, rekenen, spelling. Oké. Okay. Vanmiddag gaan we nieuws doen. Ja, en mocht je vertellen over het weekend? Ja. En wat heb je verteld? Als we met stellingen. Oh ja, 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 ja. Ik had gezegd over iemand zei dat je als je gesport hebt, dan moest je staan en dan zei ze de meeste van de stam en dan mocht ik vertellen. Mijn stelling was van wie heeft er naar de Eurovisie Songfestival gekeken. En wat we doen op het einde ook altijd, wil je nog iets specifieks vertellen over dit weekend? Ja. Toen zei ik dat we meet and greet hadden gehad, maar jullie wisten niet wat het was. Nee.
jij het uitgelegd. Jullie allemaal ziek? En mocht jij nog vertellen van het weekend? Nee. Nee, oké. Okay. En Flootje? Ja. Waar ben je? Nee. Mocht jij vertellen van het weekend? Ja. Wat heb je verteld? Eerst wel de hockeywedstrijd gespeeld. Je hebt 3-2 gewonnen. Toen hadden ze... Je had een broodje. Ja, die ja. En toen gezegd, ik denk, ik doe hetzelfde. En wist iedereen wat het was? Veel, hè? Ja. Nou, de broodjes komen eraan. Broodje kip. We zijn lekker in de lunchroom aan het eten. Dat doen we vaak op maandag. Hè? Kunnen we toch hier eten? Kunnen papa en mama werken? Heb je genomen een nootje? Een broodje kip. Club. Clubkip. Ja, clubkip. Zonder tomaat. Normaal neem ik altijd Club Gezond. Ja. En je wil de kip nou, hè? Ja, omdat die altijd voor mij. Ja. En Mardi, denk jij dat je die op gaat krijgen? Ja. Denk het niet. En als we het niet op krijgen, willen wij hem wel. Ja, of liever nog een stukje. Ja. Komt goed. Ik ga even één dan wel. Met je mondje leeg, schat. Met je tussen de één afdannen en nou. Nou, smakelijk allemaal, hè? Kom, kids, we gaan naar school. Kom. Welk spelletje zijn jullie aan het doen? Pikachu, Pikachu. Nee. Pikachu. Het is leuk! Je veter is los, Floor. Pikachu. Pika B, Pika C, Pika X, E, E. Pika A. B, C. Pikachu. Ja, wie het eerst in de auto is, we moeten naar school. Maar liefje, stoeltje, jij achterin. Zet stoeltje, andere kant. Kom. Jawel. Pika A, Pika B, Pika. Oh, hier gaan we voorin, zet ook een stoeltje. Pikachu. Ik mag wel. Pikachu. Ik heb tot nu toe alles gewonnen. Ik heb dit stoeltje. Ja. Ik heb alles gewonnen. Kom, gordel aan, Floor. Ik heb dit stoeltje. Allemaal gordels aan, kids. Doe allemaal de gordels aan. Lieve. Nautje. Nou even rustig, hè? Lieve, ja. Ik ga dit stoetje. Nou, wij gaan rijden. Merel is piano te spelen. Even kijken hoe ze het doet. Hoop dat ze me niet hoort. Ze probeert zo stil mogelijk te zijn. Hoop dat het lukt. Daantje en lieve vrienden. Hoi. Ik dacht dat Merel alleen er eentje aan het oefenen was. Nee. Maar ik trapte tegen de deur aan. Was het leuk op school vandaag? Behalve daar stuur wel. Doe jij het eens? Ik denk al dat die Merel is afgeleerd. Jullie hoeven hem nog niet te kennen. Nee, we moeten hem vrijdag. Oh, en jij hebt hem al gehad? Ja, maar ze hebben al een liedjes gehad. Oh, ja, jullie de VWO, hè? Ja. Dus jij bent het aan het uitleggen. Ja. We waren net lekker bezig en toen kwam jij binnen. Ja. En ik ga weer de kinderen halen. Oké. Okay. Ze halen een brengdag. Oké. Okay. Je vandaag mee trainen met ons? Nee. Misschien wel. Mijn hockeyschoenen niet vergeten. Nou, veel plezier. Nou, de kat gaat ook doen, ja. Nee.
Nee, laat hem maar. Zet hem eens gewoon erop als die dan gaat lopen, net als in de tekenfilm. Nu liedje. Het Songfestival voor volgend jaar. Nee. Nee, Poepie. Nee, hè. Ga je huis doen, slag. Het is kort over vier. Jan is kindje opgehaald. En die zijn al naar de camping. Ik ben net klaar met werken. En rond kwart voor vijf gaan we eten. Want de jongens en Merel en Eline hebben vanavond hockey. Junior is ook vandaag lekker thuis geweest. Met de oppas. We hebben ze alle lekker geluncht. En vanavond denk ik soep met broodjes, iets makkelijks. Maar dan is altijd een beetje een rommelige dag. En ja, verder is er vandaag niet zo heel veel bijzonders. Gewoon een doodnormale maandag. Junior! Junior! Wat ben jij aan het doen? Hij is mama aan het helpen. Wat ben jij aan het doen? En Junior? Ja. Oh? Zit je in de vaatwasser? Mama helpen, hè? Helpen? Hij gooit alles eruit. Hier, hij heeft een stuk gemaakt. Nee, joh, hij is een stuk. Hij zit vast. Dat doe ik wel, kom maar. Geen probleem. Kan mama even goed zetten? Oh, je moet hem optillen. Ja, hij rijdt een beetje stroef. Even dan. Zo, nou doet je het. Junior. Junior. Niet meer doen, hè? Hij is aan het helpen. Hey, maar hij heeft hem net eraf gehaald. En dat mag niet. Junior, ben je zo goed aan het helpen, Jochie? Hij had hem net eraf gehaald. Wat zeg je? Waar is hij van Lobby Lief? Junior. De auto. We zijn lekker soep met broodjes aan het eten. De kinderen vinden het niet altijd lekker als we soep met broodjes eten. Nooit. 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 Maar het is wel heel makkelijk en heel gezond. En op woensdag komt het altijd beter uit, want Madelief maandag. Het is maandag. Want Madelief is naar de zwemles. Met Cheryl. En wij moeten naar de hockey. En wij moeten naar de hockey. En die meiden ook nog. En die meiden moeten naar de hockey. Eline is bij een vriendin het pannenkoeken eten. Die had dat gevraagd. Oh, ja. Bij Sophie. Bij Sophie. Bij Lisa. Nee, Sophie. En ik heb nog kaasbroodjes gemaakt van briochebrood. Die zijn wel lekker, hè? Ja, ja. Ik had zo'n zin in een briochebroodje. Oh, maar ik heb ze nou verpest als kaasbroodje. Ja, ik vind dat zo'n lekker brood. Sorry. Nou ja, niet uit. Dat is lekker broodje. Dat is gemaakt van boter en eieren en bloem. En brioche. Nee, het is Frans broodje. Ik vind het ook altijd wel lekker. Ja, zo heet dat. We moeten even een leuke bakvlogs verzinnen van de week. Ja, misschien hebben de mensen wel ideeën wat ze graag gezien willen maken. Slagroomtaart komt heel vaak voorbij. Ja, die ga ik maken. Hoe je daar thuis een slagroomtaart kan maken, dat staat op mijn planning. Maar dat is wel veel werk, want die cake moet heel lang afkoelen. Je kunt ook een verjaardagstaart maken. Ja, slagroomtaart, verjaardagstaart. Ja, verjaardagstaart voor Merel. Die zal als eerst jarig doen. Of voor opa. Mama, toch? Nee, jij nee, is septemberjarig. Opa, vrijdagjarig. Hoe is opa vrijdagjarig? Is opa vandaag jarig? Dan moet ik hem donderdag maken dan. Maandag, hè? Donderdag de cake en dan vrijdag de taart afmaken. Ik help je wel. Eline helpt meestal. Wil jij helpen? Ja. Nou, deal? Ja? Moet ik me ook een keer helpen? Nee, nee, nee. Straks wordt hij nog bakken. Nee, help mij maar. Ja? Nou, het helpt mij, die vroeg het als eerst. Ga ik met nou de vlog maken? Ik had het al een andere keer gevraagd. Nou. Wat jij van Merel? Er komt een video, een bakvideo van Nout en mijn. Ja. Dat gaan we maar doen. Van de slagroomtaart. Ja. Dan donderdag moeten we dan de kapsel maken, zoals wij dat noemen. De? Kapsel noemen wij dat. Kapsel? Het cakeje van de taart. Ja. Dat heet, okay. In de bakkerij heet dat kapsel. Oh ja. Kan er ook niks aan doen. Of cake. Cake maar, voor dat taart. Dat hebben ze volgens mij zaterdag ook gemaakt. Ja, zaterdag hebben we een bakkerij ook kapsel gemaakt. Nee. Ik heb dat altijd al stom woord gevonden, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het niet verzonnen. Als ik het verzonnen had, had het waarschijnlijk... cakebodem. Ja, taartbodem. Ja. Ja, dat kan ook weer anders zijn, want dat kan ook weer verzandig zijn. Cakebodem. Cakebodem. Oh. Ja. Met zoek je cake. Cake is weer vaster. Zeer luchtige cake. Ja, dit kapsel. Ik heb het ook niet verzonnen. Hele luchtige cakebodem. Ja. Ja. En dat is best wel even, toch wel even, niet heel moeilijk, maar
wel veel tijd. Vaktechnisch is het wel apart. Oké. Okay. Je hebt nou een weegschaal? Ik heb hier een weegschaal, ja. Dat heb ik gisteren gehad op de dag. Op de meet and greet. Op de meet and greet dag. En dan gaan we dan vrijdag gaan we dan slagroom met de hand opkloppen. Dat is goed te ontmoeten. Met de garde? Ja. Ja? En dan de taart opspuiten. Ja. En versieren. Voor opa. Voor opa, ja. Dus dat wordt met aardbeienchocolaatjes. Na opa. Ja, wat vindt opa wel lekker. Wat fruit lust hij? Vraag wel even wat fruit dat hij lekker vindt. Oké. Dus er wordt een ja, maar dan kunnen we er gewoon aardbei op doen. Ja, dan krijg hij gewoon een stukje zonder aardbeien. En chocolaatjes. En broodje. En chocola wil je denk ik wel? Ja, tuurlijk mag je broodje. Ik heb alleen nog. Waar mag je wel? Na opa's meerjarig. Daarna Eline. Daarna ik. Daarna mama. Mama, daarna Stan. Daarna ik. Daarna weet je hoe oud mama daarna wordt? Is weer. Hoe jong mama is? 31. Mama was 40. 40. 31. 31? Dacht ik dat ze 30 was of zo. Was mama. Jij mag blij. 31. Papa is 42, 43? Ik ben 42. Papa vindt dat we het moeten vieren. Zullen we de leeftijden van jullie even heel snel doen? We moeten, dan, papa vindt dat we het moeten vieren. 13, maar 13. Bijna 14. 9, 7, 11, bijna 8. 6. Nee. ik ben 10. Even nadenken. Ja, als je zas zegt, dan lijkt je eigenlijk wel 5. Maar... Ja. Nou, smakelijk. Wij gaan nu naar de hockey. Papa die komt er zo aan, die is sleutels vergeten. Wij gaan er vast in de auto zitten. Papa die komt er zo aan. Auw, mijn hoofd. Ik stil mijn hoofd. Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? En nu doe je het niet meer, hè? Een seconde terug. Nu doe je het niet meer, hè? Nu doe je het niet meer, hè? Wel. Doe dan. Nee, wat deed jij net, hé? Dit is. Nee, dit is zo. Dit is. Ja, dat is heel raar. Je bent raar. Nee, schapje. En daar is papa. Hoi, pap. Hoi. Hij zit lekker voor in. Nou, goed aan. Ja. Ja, dan zien we jullie zo bij de hockey. Nou, wij zijn bij de hockey aangekomen. Er is nog niemand. Alleen de trainer van het andere team. En, want we zijn best vroeg. Dus gaan we even de keeperstas pakken, alles klaarzetten. Even inspelen, Nout en ik. En dan... Stan, zeg je nou, gaan we de keeperstas pakken? Ja. Oh, we? Wie zijn we? Oh. En daarna gaan we wachten tot de anderen er zijn. Pak jij maar goed zijn bal, ik pak de tas zelf. Dan gaat het stap lopen. Ja. Jongens, kleedkamer. En hier de hockeytassen. Nou, keeperstassen. Hier is onze tas. Lukt het? Nee. Zat er iets vast? Huh? Zat die achter iets... Zat vast, ja. Gaan we nu even kijken. Bijna oud. Hesjes, kun je ook gelijk aan mij? Ja. Hoeveel ongeveer? 7. Hier is Nout. 8. Laat maar even aan. Waarom? Omdat ik ook spullen moet pakken. Pak even goede hesjes. Deze zijn groot genoeg voor ons, want ze zijn ook hele grote. 1, 2, 3, 4, 5. Dan moeten er nog een paar liggen. Dan pak ik gewoon deze, 6. En dan... Ja, deze dan gewoon. En dat is dan 7. En dan nog even alles terugstoppen. Zo, zet ik het licht weer uit. Dat moet ook uit, nee. Zo.
nou wel, als het goed net even hou. Ja, we winnen vandaag wedstrijd. Wedstrijd, training. Nee, training moet ik. Winnen? Ja, tuurlijk. Goed, jij? Ja. Ook mooi. Kun je even de hesjes pakken? Ja. Ik heb de vlogcamera. Zo, dankjewel. Ja. Kijk, Nout is al aan het schieten op goal. Papa die staat nog even te kletsen. Hinten die loopt daar. En is dat Wout? Ja, Wout is er ook al. Leuke dag gehad. Ja, jij? Mooi, ja. School ook leuk. Natuurlijk. Ja, en jij? Ook goed. Leuke lessen gehad, leuke juffrouw. Ik heb een meester. We hebben juffrouw en de meester door elkaar. Soms. En hier is Wout. Huh? Oh, hallo. Wat is de ballentas? Ballentas. Balzak. Hey Lucas! Hey Noëltje! Was een lekker ijsje, Noël? Oh ja, doe het echt verrukkelijk. Ja, hè? Hey, gratis ijs is altijd het lekkerste. Ja, dat wel. Nu ook van heel de wereld is het lekkerste ijs. Ja, leuk om te zien. Nou, gaan we kijken, altijd hè? Ja, hè? Promo hier. Lucas. Hoi. Hoi. Zo. Pas op, hè. Ja. Nou, we zijn strafcorners aan het oefenen. Ik zal hem even uitleggen, de strafcorner. Nout, die, hoe heet dat wat jij doet? Aangeven. Die geeft aan. He, dat moet met een push, hè? Ja. En dan heb je, dan moet je, hoe noem je dat wat jullie doen? Inslaan. Inschieten. Ja, dat mag niet hoog op de goal. Nou, doe maar voor. Ja, dat doe ik wel. Oh, mooi. Mooi eigen goal. Dat maakt niet uit, kan gebeuren. Daarvoor trainen we. Daarvoor trainen we, ja. Nou, de strafcorner was goed genomen, jongens. Mooi. Nou gaat Eline hem inschieten. Nou, laat maar zien. Stan loopt uit. En Eline schiet in. Wout, die verdedigt heel goed. Goed gedaan, Wout. Oh, nou hij is nog in de cirkel. Bij de training mogen ze dan nog doorgaan. Ja, dat was shoot, nog een strafcorner. Maar we zijn toch aan het oefenen. Goed uitgelopen, Stanwan. Dat durfde jij nooit. Sta je wel leuk, hoor, dat helmpje. Stan zo. Kijk, Stan loopt uit. Oh. Kijk. Mooi jongens. Volgende. En zo gaat de training een beetje. Ook een ijsje op. Ja, die fabrieks. Maar kunnen jullie we hebben lekker ijsje op. Kunnen jullie de volgende keer ook voor ons meenemen? Als hebben ze een fabrieksijsje. Mijn ijs lekkerder? Ja. Dankjewel. Ik een fabrieksijsje. Veel fabrieksijs lekkerder? Nou, dankjewel. En junior? Ijs van papa, hè? Dan wil ik een paar... Dan wil ik... Hé, hey, heb je ijs op? Ja? Ja. Wij ook. Wij ook. Ja, dat wist ik. Dat doe je hoe is het dan? Op dinsdag. Ja, komt dat we die soep zo vroeg eten. Dan heb ik zin in een ijsje. Wij hebben ook ijsje op. Wat vind je lekker? Fabrieksijsje of ijsje van papa? Ijsje van papa. Oh, dankjewel. Natuurlijk. En jij mama? Dus kan je nooit ik kiezen. Ja. Ik dacht, ja, misschien brengt iedereen mee. Ja, dat is dan al gesmolten als we hier zijn. Als 5 minuten rijden. Ja. Gedacht. Ik had al wel verwacht dat jullie fabrieksijsje zouden nemen. Nee. Jij had al verwacht dat wij een ijsje zouden nemen. Ja, dus hebben ze maar een ijsje gedaan.
Nou, we hebben lekker getraind, dat. Het ging wel goed. Reclame. Reclame. Hoi, kom jij junior even naar binnen sjouwen? Ja. Ja, we gaan naar bed, hè? Die heeft geen ijsje op, die heeft yoghurt op. Oké. Okay. Wie? Junior. Ja. En ging goed, hè, training? Ja. Ja, we hebben goed getraind, hoor. We dachten allemaal, Nout en ik, dachten dat Cheryl en Malief bij de waren, zwemles. En papa dacht dat we bij huis waren. Dus wij waren bij huis en zei nee, die zijn bij de Ik rij naar huis. Nee, ze hebben zwemmen. Ik weet het 99% zeker, zei hij. Ik, nou, die zwemmen van 4 tot 8. Ja. Ja. Nee, joh. Dus ik denk, ja, als ze het zo zeker weten, dan rijd ik wel gelijk door naar die zwemles. Dus Nout naar binnen. Kwam hij terug. Van 4 tot 5. Ja. Teletubbies. Ik had ze ook wel thuis verwacht. Je hebt niet meer gekeken. Zonder bandjes. Met een pak wel, hè? Vertel het even. Zonder dat. Ik heb jou toen met pak zien springen. Vertel even de zwemles. Maar ik heb ook even zonder. En ging toch goed? Ja. Ging je niet op je onder? Ik zag jou met die rugkrol allemaal nog een beetje. Zorg voor mijn wereld. Heb jij gezwommen zonder pakje? Ja. In het diepe, hè? En ging je niet op je onder? Bijna. Alleen toen we onder water moesten, ging je wel. Ja, maar dan moet je onder water. Ook goed, toch? Hebben jullie ook al watertrappen gedaan? Watertrappen, kun je daar ook al? Moet je voor? Droog? Ja, dat kan niet. Wat? Zwemmen kan je wel voor doen, droog. Dan moet je droog, hè? Droog zwemmen. Zo, kijk. Ja, maar dan, dat is niet helemaal goed, hè, bij jij nou. Niet eng. Ja. Nee, zo, gewoon zo. Nee, zoals Guus het voordoet, dat is droog zwemmen. Maar dan wel. Ik niet eng. Zo. Zou ik het eens goed doen met even aan de kant? Welke juffrouw had je vandaag? Ben je iets te groot? Nee, Tim. Oh, juffrouw weet ik niet. Lambda. Jolanda? Oh, juffrouw Jolanda. Lambda. Zijn leuke juffrouw voor zwemmen? Arme benen lang. Arme benen samen. Nou, dan gaan we tandje poetsen en gaan we naar bed. Ja. Zullen we eerst nog even af gaan sluiten? Ja. Tijdens het droog zwemmen. Nee, dan gaan we op zijn beurt zeggen. Dan gaan we echoen. Echoen. Ja? Echoen. Kano. Nee. Echoen. De een zegt bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een. Doe ga je dat doen? Zo is het niet op de bank. Allemaal één woord. Ja, dat zeg ik ook. Allemaal bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een hoog duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Houdoe! Houdoe!